Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz. De serie Weltschmerz heeft twee achtergronden. De ene is dat ik Weltschmerz heb. En de andere is dat ik heel erg Weltschmerz had. En toen dronk ik heel veel. Daar ben ik nu mee gestopt. Met dat heel veel Weltschmerz. Om dan mezelf een beetje te lopen pijnigen. Nou, als het allemaal zo erg is, dan ga ik wel naar het donkere bomenbos. Als zij Bor de Wolf vroeger bij de Fabeltjeskrant. Dan ga ik wel naar het donkere alcoholbos. Ja. Leuke tijd hoor. Zo. Als je het ooit wil uitproberen, het is niet zo moeilijk. Wat ik deed, dat kostte mij. Ik heb het uitgerekend. 324 plus 80. Dus €400 in de maand. Nou, je zuipt dan zo ontzettend veel dat je echt niet kan werken. Dus je hebt automatisch tegelijkertijd ook vakantie. Nou, vakantie voor €400 in de maand. Zo. Met andere woorden, ik zou het niet doen als ik jou was. Maar ik was wel behoorlijk mad as hell. And I am not going to take it anymore. Maar daar ben ik dus mee gestopt. Iets meer dan 5 weken geleden. Een behoefte aan terugkeer is er niet. Ik ben lekker aan het opruimen in mijn woning. Ik ga zo dadelijk na de lunch ga ik aan de slag. Ga ik verder met mijn box beneden. Daar mogen wat spulletjes in vuilniszakken. En ik heb gisteren al meer dan 10 vuilniszakken aan de weg gezet. Ja. Spullen die ik had, maar die ik niet nodig heb. Of niet nodig had. Of niet langer. En die stapelen zich maar op, hè, als je er niks aan doet. En als je zoveel dronk zoals ik, ja, dan doe je helemaal niks meer. Dus ook niet dingen als opruimen. Het onderwerp met mijn nuchtere hoofd voor deze keer is fatsoenlijk antwoord te geven op de vraag: bestaat God? Kort samengevat, dan is dat kan eigenlijk niet. Je kan die vraag niet zo 1, 2, 3 invullen qua antwoord. Je moet hem eerst goed gaan fileren om te kijken wat nou precies de inhoud is van de vraag. Heb je? Er zijn mensen en die dan die vraag stellen met als idee dat ze in een Donald Duck of een ander leuk blaadje hebben ze een tekening gezien van een man met een lange witte baard en die zit op een wolk en die zegt de dingen en die gebeuren dan ook. En is die vent ergens? Bestaat God, bedoelen ze dan? Maar dan bedoelen ze, bestaat er een, hoe moet je zeggen, een bedoeling bij die zien. En het onderscheid tussen zien en bedoeling, dat bedoel ik dan zoals Gottlob Frege dat bedoelde. Dus neem bijvoorbeeld de term periwinkel. Nou, de zien van periwinkel is periwinkel, geboren op 29 augustus, 1959, 3:50 's middags, op de Aagje Dekenlaan.
nummer 3. In een, dat kamertje boven, ja, aan de straatkant. Op de eerste verdieping aan de kant van de straat. Dat is de scene van Perry Winkle. De bedoeling, dat ben ik zelf. Die momenteel met zijn 63 kilo in een IKEA-bed zit. En een beetje in de buurt van de microfoon blijft, zodat de audio goed is. En ik heb een soepje in de magnetron staan en dat ga ik zo dadelijk opeten. Ja. Dus bestaat Perry? Ja, moet je zeggen. Maar dat antwoord is waar voor elke vraag die zo gesteld wordt. Bestaat mijn zus? Ja, die bestaat. Bestaat mijn vader en mijn moeder? Ja, die bestaan. Mijn vader is overleden, maar ja, die bestond. Zeggen. En bij God heb je dan hetzelfde probleem van wat is de scene, dus de inhoud van het begrip God? Dat begrip God heeft een inhoud, dat zonder meer, hè? Maar wat is die inhoud? Nou, die inhoud, die moet je ergens op baseren. Ik weet niet wat jij onder God verstaat. De oorzaak van alle ongelukken? Wie is God? Wat is God voor jou? Laten we nou uitgaan van de God van de Bijbel. Bestaat die? Nou, dan pakken we de Bijbel erbij. En voordat we dat gaan doen, kan je nog afvragen van, is er een ander boek wat spreekt over God? Nou, het antwoord is nee. Ik zou het niet weten. De rest, behalve de Bijbel, dat zijn polytheïstische geschriften. Ja, tenzij ik het fout heb, hoor. Neem iets als het Hindoestaanse geloof, dinges, la 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 la. Ja, dat spreekt toch over Shiva en Brahma en noem het maar wat. Hè? Er zijn meer geloven gebeuren, meerdere goden. Dat gaat dus niet over God. De Bijbel, die gaat over God. Nou heb ik hier voor mij een prachtige statenvertaling van €14,50. Dat is toch wat, man? Dat is dat ding, dat boekske. Ja, het is eigenlijk geen boek, het is een bibliotheek, hè? Er zitten meerdere boeken in. Je hebt het boek Daniël en het boek Samuel en het boek Matthäus. Dus het is niet één boek, het is een verzameling boeken. En dat noemen wij een bibliotheek. Nou, deze bibliotheek, die bestaat 1200. Ja, ze hebben 1240 pagina's. Dan pakken we even de rekenmachine erbij. Het is echt een heel goedkoop boek, hoor. Dus 12. Nee, we zijn 14. 14,50 gedeeld door 1240. Dat is 1 cent per pagina. Iets meer. 1,1 cent per pagina. Er zitten nog kleurenpagina's bij ook. Met kaartjes. Ja, natuurlijk bulkverkoop. Ze verkopen die 1240 pagina's in één keer. Dan krijg je kwantumkorting. Zit er een mooi kafje omheen. En 2 van die bladleggers. Ook heel handig. Het begint al gelijk met de opening. Ramt er gelijk hard in. De Statenvertaling, hè, 1637.
En dan op een van de eerste pagina's staat: vermaning tot onderzoek en betrachting der Heilige Schrift. Dat hij ook. Door last van de hoogmogende heren staat de hoogmogende heren Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Dit is het oude Nederlands. Want wij zouden zeggen vertaald. In het Duits heb je het nog, hè? Übergesetzt. Dat is overgezet. Netjes een inhoudsopgave, verdeeld in die twee delen van de bibliotheek. Namelijk het Oude Testament, ook wel genoemd het Oude Convenant. Het Oude Contract. En dan het Nieuwe Testament, het Nieuwe Convenant. Nou, in dit boek. Daar staat op de eerste pagina, daar waar het dan echt begint, het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En dan staat hoofdstuk 1, vers 1, in den beginne schiep God den hemel en de aarde. Nou, dat is een inhoud van het woord God. Nou, ik toch de Bijbel hier heb, pak ik het vierde evangelie erbij, uit het Nieuwe Testament. Dat is het evangelie van Johannes. Een paar blaadjes nog, ja. Dat begint als volgt. Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 1, vers 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, nu weten we de inhoud van het woord God volgens de Bijbel. En vragen wij ons af, bestaat die? Woont die ergens, net als Perry? Want ik woon op de Rodeburgstraat 3-3, 6811 HM, Hendrik Maria, in Arnhem. Mijn burgerservice nummer 059-668-301. Bestaat God in die zin? Nee. Zeker niet. God woont niet ergens. Dus, in die zin dat Perry Winkel bestaat, bestaat God niet. Wat is dan de inhoud van het woord bestaan? Want God is. In den beginne schiep God hemel en aarde. Dus hij is dus wel. Maar hij bestaat niet. Niet zoals Perry bestaat. Of jouw hond bestaat. Dus in die zin niet, maar in een andere zin weer wel. Die God die in de Bijbel beschreven wordt, die schiep hemel en aarde. Dat mag je zo ruim zien als de wereld van de woorden, dat is de hemel, en de wereld van de dingen, dat is de aarde. Dat mag je van mij zo ruim zien, hoor. Ik wil verder geen bijbelgelovende christen voor de schenen trappen. Niet mijn bedoeling om ruzie te krijgen in eigen kring. Maar de hemel is dan nog iets meer dan alleen maar de wolkenpartijen. Er hoort ook de sterren horen erbij. En dan kom je al gauw aan oneindige afstanden en ideeën van het woord.
En het woord, dat komen we bij Johannes 1. Ik krijg weer een of andere spam binnen, dat is ook woord. Oh, 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 oh. Dat woord, dat zegt Johannes dan, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Nou, als het woord God was, dan is God dus het woord. Maar hij is meer dan alleen het woord, want het woord was bij God. Dus God is het woord en het woord was bij hem. Ja, ja. En het ging vooraf aan hemel en aarde. Want in het begin schiep God hemel en aarde. En God. En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door hetzelfde, God en het woord, gemaakt. En niets dat. Niets dat. Niet gemaakt is, kwam van lalala, dat andere stuk van Johannes. Ik heb mijn Bijbel nu dicht. Dus dan hebben we een aanknopingspunt en de vraag luidt dan, bestaat het woord? Ja, dat is een lastige. Bestaat het woord? Volgens jou. Wat denk jij? Bestaat het woord volgens jou? Het woord bestaat niet zoals ik besta. Het woord bestaat niet omdat je spam krijgt. Want ja, ik heb spam en die spam is het woord. Maar bestaat het woord? Ik zou zeggen ja. Ik zou zeggen het woord is het enige dat bestaat. Alles is het woord. Hè? Alles komt van het woord. Het woord overstijgt alles. Neem de natuurkunde of de scheikunde. Het is allemaal woord. De wet van Newton, dat is woord. Het periodiek systeem der elementen, dat is woord. De elementen, alles waar dus de materie uit is opgebouwd, dus waterstof, helium, lithium. Krijg je dan borium, beryllium, koolstof, stikstof, zuurstof. Ah, kijk, werken ze allemaal nog? Dan krijg je fluor en dan argon, gokje, dat is nummer 10. Het is allemaal het woord. En bestaat dat? Ja, je ziet het overal. En zo is het ook voor mensen die geloven in het bestaan van God, want ze zien God overal. Het is een kwestie van kijken. Een kwestie van opletten. Snap je? Ik heb een interview gezien met een jonge dame. En die was van de Amish. Of Amish. Een protestantse stroming. Die alle dingen van de moderne maatschappij, ja, dat doen ze niet dan. Die werken nog rustig met een eg en een ploeg die voortgetrokken wordt door een paard. En dan niet al die nieuwe dingen met tractoren en zo, want dat heb je helemaal niet nodig. Ja, die mensen zijn achterlijk. Nou. Dat is maar de vraag. Ze werken met oude technieken.
Maar dat wil niet zeggen dat ze achterlijk zijn. Ze zijn misschien wel heel erg vooruitstrevend. Want je kan die mensen niet betichten van CO2-belastingovertreding. Ze doen kalmpjes aan. Ze maken hun eigen kleding en dat soort dingen. Je zal die mensen niet voor een modeshow in de rij zien staan. Die jonge vrouw die zei voor de camera, toen haar gevraagd werd naar het bestaan van God, dat zij zei, ja, ik hoef maar naar buiten te kijken. Ik zie die bomen en die planten, de vogeltjes en die luchten daarboven, de wolken. En ieder die dat ziet en niet overtuigd is van het bestaan van God, die kijkt niet goed. Die is autistisch. Kortzichtig. Die moet een bril hebben. Zo. Of op kijktherapie. En voor haar was het simpel. Zij hoefde maar te kijken naar buiten. Naar de natuur. Naar de omgeving. Naar de schepping. Om te weten dat God bestaat. Maar dan niet bestaan zoals Perry bestaat. Of het NOS-journaal bestaat. Maar het bestaat dan achter de werkelijkheid. Of in de werkelijkheid. Of door de werkelijkheid. God is degene met de wil. Daar staat hij ook gelijk aan, hè? Het gebed van dat is Matthäus 6. Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is God. Dus, uw naam worden geheiligd. Ik pak hem er even bij in de Statenvertaling. Wil ik weer even de microfoon bijstellen. Hallo fans. Ik ben zo blij met mijn Statenvertaling. Ik moet de Romeinen moet ik nog helemaal gaan doen. Dat zag ik vandaag op internet. Dat het boek Romeinen. Dat zelfs onder de ongelovigen wordt gezien als een geweldig boek. Kijk hoor, Matthäus 7:6. Ja, precies. Ja, hier staat het dan. Matthäus 6, vers 9. Gij dan, bid aldus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, en dan komt hij, uw wil geschieden. Gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. In de King James staat het andersom, by the way. Pak ik er even bij voor alle overtuiging en eerlijkheid. Zei Jurk nog tegen mij van, hey, in de King James staat het andersom. Ja, de one and only King James. En we hebben 6. En dan go. Ja. In de King James staat bij vers 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth, in heaven. Oh ja, as in heaven. Thy will be done in earth as in heaven.
En in de Statenvertaling staat het andersom. Uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Ja, ja, niet iets om van in paniek te raken, lijkt mij hoor. Maar het gaat om die wil. Waar kan je het bestaan van God uit afleiden? Nou, uit het feit dat zijn wil is de oorzaak van wat hier is. Dus alles wat je hier ziet, dat heeft een samenhang. En die samenhang komt van het feit dat er één wil is die alles creëert. Ja, Arthur Schopenhauer zegt hetzelfde. Er is één wil. En alles wat er is, wordt veroorzaakt door die wil. En Arthur Schopenhauer baseert zijn verhaal niet op Matthäus 6, vers 10. Hij baseert zijn uitspraak op zijn eigen verhaal, wat gebaseerd is op het verhaal van Immanuel Kant. En dit zijn seculiere jongens die de Bijbel niet gebruiken als fundament. Die de Bijbel gebruiken om, ja, hoe zeg ik, als ornament, als versiering voor een woord. Van, en wat ik zeg staat ook in de Bijbel. Het fundament waar ze hun woord op baseren, dan heb ik het over Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant, dat fundament is logica. Dat is taal. Dat is hun fundament. En op basis van die taal komen ze tot die uitspraken. Op basis niet hun, op basis van taal. Taal die je heel goed analyseert. De reine taal. De zuivere taal. Vanuit de zuivere taal kom je bij die uitspraak van Schopenhauer. Alles is gecreëerd door één en dezelfde ondeelbare wil. Een vrije wil kan je stoppen daar waar de zon niet schijnt. Om het maar even op zijn Engels te zeggen. Waar schijnt de zon ook alweer niet? Ja. Ja. In je poepeltje natuurlijk. Geen vieze woorden zeggen, want anders hè? Dan krijg je een YouTube-ban. Nou, het is tijd voor mij om te gaan lunchen. Het is 12:15. En mijn soepie is klaar. De Heere zij dank. Give us this day our daily bread. Dat is vers 11. Ik heb hier een beetje te eten. Oh ja, en 12 is ook wel mooi hoor. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Ja, dat zal ik hard nodig hebben. In real life. Ja. Ik krijg over een tijdje een partij poen binnen, man. Maar dat kan in één keer door naar meneer en mevrouw de Belastingdienst. Ik wil er ook niet meer aan doen, hoor. Even dan terug naar die weltschmerzen. Ik vind het allemaal wel best. Ik heb geen auto, bijvoorbeeld. Daar ben ik erg blij mee. Ik heb wel de beschikking over een auto. En daarvoor betaal ik dan een klein bedragje in de maand. Dus 18, 19 euro in de maand heb ik een auto. Als ik hem nodig heb. Ja, dat komt wel goed. We gaan zuinig leven, dat gaan we doen. Ik ga mij geen schatten verzamelen meer op deze aarde. Ik vind het wel best. En bestaat God voor mij? Ja, die is er. Ik voel hem. Ik zie hem. Ik weet dat hij er is.
Maar hij woont niet ergens. En ik geloof ook niet dat de paus, dat die God is. Heel veel mensen geloven dat, hè? Dat de paus is tegenwoordig Franciscus. Jorge Mario Bergoglio. Dat die God is. Ik vind ik ziek. Die mensen vind ik ziek. Die moeten, ja, daar moet je medelijden mee hebben. En de mensen die die katholieken uitlachen, daar moet je ook medelijden mee hebben. Want je moet de katholieken niet uitlachen. Ze verdienen je medelijden. Dat ze zo voor de gek gehouden zijn en dat ze denken dat de paus, en nu dat is Franciscus de Eerste, dat die de vertegenwoordiger is van God. Dus dat hij goddelijke dingen heeft. Want hij is zo zorgvuldig uitgekozen door de kardinalen. En de kardinalen waren ook heel zorgvuldig uitgekozen door de bisschoppen. En nou, ga ze maar door. Ja, het was zo'n zorgvuldig selectieproces. Franciscus de Eerste moet wel de vertegenwoordiger zijn van God. Ja. Ja, dat God bestaat. Kijk maar naar Franciscus. Ja, ja. Nee, dat is vals geloof. Ja? Nou, ik hoop dat ik dit goed heb uitgelegd aan jullie. Dat God dus bestaat, maar niet op de manier zoals Perry bestaat. God is. En als jij, niet dat ik dat zeg dat je Mohammedaan moet worden, maar die spreuk van de Mohammedanen, la ilaha illallah, zegt hetzelfde hoor. Zo. Er is geen God. God is. God is het issende. Maar God bestaat niet. God bestaat niet. God is het issende. Dat is wat ik ervan begrepen heb. En Mohammedanen die enigszins de Koran hebben gelezen en begrepen, die hebben mij toegeknikt en gezegd van, ja, dat staat er ongeveer. Ja. Dus die Mohammedanen zijn bij deze ook niet zo heel gek. Ook wel een beetje zielig met hun bedevaartsplicht en al dat soort dingen. Moet je medelijden hebben met die mensen. En ze durven hun vrouwen niet. Ja, die vertrouwen ze eigenlijk niet. Dan moeten die boerka's omheen. En, oh nee, want straks had ze in de blote kont over straat lopen. Ja, daar hebben de christenen niet zo'n last van. Die vrouwen lopen vanzelf met een mooie lange rok en goede kousen en alles. Gaan ze over straat. Er hoeft helemaal geen man bij te komen die daar een boerka overheen gooit. Heb je? Dit was een mooi verhaal over het bestaan van God. En op zijn hamburgers zag ik hier tjus en dag lieverds.